Welkom allemaal. Een speciaal welkom voor wethouder Kasteleins, die na Frank de officiële opening zal geven. Frank staat daar rechts. Allereerst wil ik namens het bestuur een dankwoord uitbrengen aan onze vrijwilligers. Zonder hen was dit evenement weer niet mogelijk geweest. Het ziet er weer schitterend uit. Ik heb gezien dat ze vanmorgen nog een ronde hebben gemaakt. Dus dank daarvoor. Ook onze speciale dank voor Brabant Museum Oud-Oosterhout, die ons zowel facilitair als financieel ondersteunt. Een mooie locatie die net als de zandsculpturen behouden blijven voor Oosterhout, maar hier straks wat meer. Inmiddels gaat de zandcultuur haar 8e jaar in. Medebestuurslid Frank Baks zal u straks even meenemen in onze historie. Hier in het Brabants Museum Oud-Oosterhout stonden wij voor een uitdaging om 8 sculpturen te bouwen in hetzelfde thema als de miniaturen van het museum. De eerste sculptuur voor gasvrij Oosterhout staat hier en dat van ons mooie dorp is Mooie Keetje. Dan had ik graag de heer Maas even naar voren geroepen, maar die is nog niet aanwezig. Helaas, dat is eigenlijk een sponsor die al 10 jaar, en dat is van Maas Vastgoedzorg, die al 10 jaar ons evenementen sponsort. En dat was eigenlijk wel een bloemetje waard. Ik zal zorgen dat dat nog steeds bij de heer Maas terechtkomt. En dan had ik hier staan een groot applaus voor meneer Maas. Maar wellicht voor ons. Dank u wel. Ik richt mij ook nog graag even naar wethouder Kasteleins. Om de zandcultuur in dit mooie Oosterhout voor te zetten, hebben wij niet alleen sponsoren nodig, maar ook de steun van de gemeente of het toeristisch fonds. Dat is ook de reden dat wij een petitie op willen starten. Het zou geweldig zijn als de zandsculpturen voor onze stad behouden kunnen blijven. Middels dit petitieboek, wat u straks mag uitpakken, willen wij dan ook hier bij neerleggen voor ondertekening. Dat u dat gewoon neerlegt, omdat alle mensen die ons een warm hart toedragen, dat willen ondertekenen. Op een later tijdstip maken we een afspraak met de BMW om die petitie over te dragen. Voor de digitale versie van onze petitie verwijs ik naar onze website zandsculturenoosterhout.nl. Ik geef nu het woord aan Frank Bart, ons bestuur. Iets wat eigenlijk hier nog nooit was vertoond, rondkijkend in landen om ons heen. En wat verder weg werd het idee van een zandsculpturenfestival geboren. En daarnaast nog veel andere zaken, zoals straatversiering in de binnenstad. Middels een paraplu-festival, al snel uitgebreid met andere zaken, bijvoorbeeld de Wixetius, 3D-tekeningen en muurschilderingen. De eerste editie van de zandscultuur vond plaats in 2015. Met sculpturen tegen de Sint-Jansbasiliek aangebouwd. Nogal een bewerkelijke start zoals bleek, door weersomstandigheden en vernielingen, waardoor bewerking nodig was, een leermomentje voor ons. Daarna volgde een aantal jaren op de rij het sculptuurfestival. Dat vond dan plaats in het overdekte winkelcentrum, omdat daar geen extra bewaking nodig was en de weersinvloeden er niet zijn. Er werden steeds meer sculpturen geplaatst, tot wel 12 aan toe. Een waagfestijn van 6 maanden voor zowel Oosterhouders als regionale en zelfs landelijke bezoekers. Ook de landelijke pers heeft ruim aandacht besteed aan dit event. De zandsculpturen zijn zelfs nog over de gemeentegrens geweest en hebben een tijd gestaan in het centrum van Zevenberg. Een gemeente die de zandsculpturen een warm hart toedraagt. Het mag duidelijk zijn dat dit een booster was voor de middenstand en de sculptuur in Oosterhoutse middenstand. Vorig jaar zijn de sculpturen verhuisd naar de Sint-Antoniuskerk met 8 meters hoge statues in de volledige stijl in de kerk die in een volledige stijl ingericht was daarvoor. Voor het eerst werd er entree gegeven en echte aantal bezoekers bijgehouden met zo'n
11.000 bezoekers, een event waar Oosterhout en de City Marketing trots op mag zijn. Alleen de Biennale trok meer aantal bezoekers. Ook hier zowel Oosterhouters als regionale en landelijke belangstelling van bezoekers en pers. In 2022 hebben wij een plaats gevonden in het Brabants Museum Oosterhout, waarmee onze organisatie een mooie afspraak heeft kunnen maken. De sculpturen moesten uiteraard matchen en met de miniaturen van onze mooie stad. En wij denken dat wij met hetgeen u straks gaat zien, dat we hier zeer wel in geslaagd zijn. Namens ons bestuur hartelijk dank voor uw komst en geniet van al het moois en speciaal van onze sculpturen. Ik wil nu graag het woord geven aan de kasteleins. Dankjewel Frank, dankjewel Rien. Ja, mooie woorden zijn er al gesproken. En ik was in het voorjaar was ik in Spanje, in Zuid-Spanje. En dan liep ik langs het strand en daar stonden ook zandsculpturen. En toen dacht ik bij mezelf, wat doen we dat in Oosterhout toch goed? Want die ze daar hadden gemaakt, ja, die kunnen niet in de schijn komen, want hier wordt neergezet. En ja, een jaar geleden was ik in de Sint-Antoniuskerk, bij me in de straat, zo'n beetje. En ja, dan zie je daar iets moois ontstaan in die kerk. En nogmaals, ik vond het geweldig om te zien. Ik vind het ook geweldig om in Oosterhout al 8 jaar rond te mogen lopen. En de ene keer in Arendshof, nu weer hier, de andere keer op een andere plaats. Om te zien wat deze stichting met al die deze vrijwilligers voor elkaar brengt. Stichting Stoof. Maar niet alleen zandsculpturen, maar ook de mooie kunstwerken, muurschilderingen die je nou vooral zien verschijnen. Ja, ik denk dat jullie trots kunnen zijn op elkaar en zeker trots op deze club. En ik begrijp, jou Rien, de mensen, je bent altijd op zoek naar geld, dat snap ik. Als gemeente moeten we altijd een afweging maken, waar gaat dat geld heen? Persoonlijk denk ik dat het geld altijd goed besteed is geweest. Dat dat boek wat jij mij gaat geven dat te klein is, ja. Dus dat er zoveel handtekeningen in komen te staan dat je nog een boek nodig hebt. Dat helpt ons natuurlijk om keuzes te maken waar je heen wil met de gemeente Oosterhout. En jij noemde al een aantal voorbeelden waar het uit kan. Ik snap het allemaal en ik ben niet de enige in het college, wij doen dat met veel. Ik draag deze stichting in ieder geval een heel warm hart toe met hetgeen wat jullie doen. Met de vrijwilligers nogmaals. En ik heb net een rondje gelopen. Ook de mensen van Oud-Oosterhout. Het was voor mij lang geleden dat ik hier doorheen heb gelopen, maar wat een geweldige plek is dit. En ook deze plek verdient gewoon, ja, om hier te staan, om hier nog lang te mogen staan. En dan met deze sculpturen ertussen geplaatst. Ja, veel mooier kan je hebben. Ik denk dat je een concurrentie aan kan gaan met de Efteling, wat je hier nu hebt met de Sprookjesbos. En ja, complimentjes voor iedereen. En ik vind dat jullie eigenlijk jezelf wel een applausje mogen geven voor hetgeen wat jullie hier met elkaar presteren. Nou, klap voor jezelf zou ik zeggen. Nou, dan graag het goed. Dankjewel. Dankjewel voor de mooie woorden. Ik... Niet voor mij, hè? Nee, dat boek is niet voor jou. Dat willen we hier binnen neerleggen. Hè, dat is een boek waar wij graag door alle Oosterhouters ondertekend willen zien, natuurlijk. Laat dat duidelijk zijn. En, de eerste, denk 70, een beetje op zijn kasteleinzingenschap, die worden vandaag erin gezet, denk ik. Die van mij moeten even op zich wachten. Ik... Laat het gewoon gebeuren, zorg voor zoveel mogelijk handtekening. En dat gaat echt helpen in het juiste besluit. Dankjewel. Dankjewel. Veel plezier hier. Ik zal voor dat wij langs de tafel gaan, daar denk ik een drankje en een proosten met z'n allen. En dan is iedereen even vrij of vrij of een willen mooier gaan kijken. Dankjewel. Even.
Dan geven we het pas even post allemaal op een heel mooi evenement. Dat ik overigens nog even kwijt wil. Kom allemaal op je gemak nog een keer terug om te kijken. Want de structuren die blijven, als het niet hard gaat vriezen, tot januari 2023 staan. Nou, mooi. Proost. Ik denk dat we hier eerst bij elkaar komen. Ja.